Waarom zijn kabeljauwen zo dol op windmolens? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, windmolens op zee. Heikel punt. Soms. Meestal hebben mensen negatieve associaties met, uh, met die groene stroommaker. Niet in mijn achtertuin. Ik woon op Texel. Ik heb vanuit mijn huis een prachtig uitzicht richting de duinen in de verte. Ik moet er niet aan denken dat iemand daar een windmolen in mijn uitzicht gaat zetten. En dan hoeven andere mensen van mij ook geen windmolens in hun achtertuin. Misschien is de oplossing toch wel om naar zee te gaan. En kleven er meer voordelen aan wind op zee dan alleen maar groene stroom uit windmolens. Een tijd geleden. Er werd mij en mijn collega's gevraagd om onderzoek te gaan doen in het nieuwe windmolenpark bij Egmond aan Zee, wat Nederland als eerste windmolenpark ging bouwen. En we hebben een flink aantal jaren in dat park onderzoek kunnen doen wat zijn nou de effecten van die 36 windmolens die daar staan op de natuur onder water. Als je ze hier ziet staan, dan zijn er eigenlijk drie hele belangrijke dingen: wij bouwen palen in de Noordzee. Dus wij voegen harde ondergronden toe. Waar vroeger alleen maar een zandbodem was, staat nu een paal. Daaromheen liggen stenen. En ja, daar kunnen beesten op groeien. Dat is één ding. We hebben draaiende wieken. Ja, daar hebben vogels een probleem mee. En het gebied is gesloten voor de visserij. Dat zijn de drie belangrijke dingen waarom die uh, windmolenparken effecten hebben op ons deel van de Noordzee. Voordat het park er gebouwd werd, was dat een zandbodem. Nu staan die palen daar in die stenen. Je kunt dan uitrekenen dat de hoeveelheid dieren die daar zitten, per vierkante meter zeeoppervlak of bodem van de zeeoppervlak, is 300 keer hoger. Er zitten 300 keer meer gewoon in biomassa beesten in zo'n windmolenpark, bij zo'n molen, dan in hetzelfde plekje zaten voordat die windmolens er stonden. Verder blijkt nu al uit het onderzoek dat er zeker 33 soorten op die windmolens voorkomen die daar vroeger niet zaten. Dus het leidt ook tot een verhoging van de biodiversiteit. We zien hier het filmpje van de zijkant van zo'n windmolen. En dan zien we hier de begroeiing op zo'n windmolen. En uh, dit is op een uh, diepte van zo'n 12 meter, dan zien we daar anemonen zitten. We zien daar heel veel kleine garnaaltjes zitten. En er zitten soms wel meer dan uh, een miljoen per vierkante meter. We zien een zeester hier. En uh, als we verder naar boven gaan, zien we boven in die windmolen, zien wij daar uh, grote hoeveelheden mosselen. Dat zien we hier. Je zet zo'n molen in zee en er komen vanzelf mosselen aan. Hoef je verder niks voor te doen, dat gaat vanzelf. Een prachtige plek om straks ook mosselen te gaan kweken. Dat zien we hier heel duidelijk. Die morselen worden op een gegeven moment te groot, dan valt dat eraf. En onder die windmolens zit de predator klaar. En die hebben we hier ook in dit aquarium zitten. En ik moest hem even een beetje aan jullie voorstellen. Dit is de Noordzeekrab. En uh, daar zitten er heel veel van onder bij die windmolens. In de toekomst zullen er ook geeften zitten. Misschien moeten we die nog een klein handje helpen, een paar uitzetten, maar dat zal zeker gaan gebeuren. Daar zitten dus heel veel beesten die ook voedsel vormen voor andere dieren, bijvoorbeeld voor vissen. En er zijn ook bepaalde vissen die inderdaad bij die windmolens gaan zitten. Een collega van mij, Erwin Winter, die heeft daar onderzoek aan gedaan. We wilden eens weten van hoe gedragen vissen zich nou in een windmolenpark. Hij heeft 40 tongen en 40 kabeljauwen gevangen. Ik heb hier een tong. En dan moet ik even zoeken. Ja. Ik heb een zendertje. Ik maak een klein sneetje onder in die tong. Ik stop het zendertje erin. Ik naai het dicht. Ik laat de tong met een speciaal kooitje weer los onder bij de windmolen en die zwemt daar. Ik heb hetzelfde met de kabeljauw gedaan. Erwin heeft dat gedaan, 40 kabeljauw. Aan die windmolen hangt zo'n apparaat. Dat is de ontvanger. Als nou deze tong binnen 200 meter van deze ontvanger langs zwemt, dan neemt hij dat op. Later haal ik die dingen weer eruit. Ik kan ze op land aflezen en ik weet precies waar die schollen ...of wat die tongen en die kabeljauwen gedaan hebben. Nou, hij heeft er 40 losgelaten, 20 daarvan, die waren zo van streek... ...die zijn er meteen als een pijl van doorgegaan en die hebben we nooit weer teruggezien. Totdat, want je zou kunnen zeggen, ja, die zijn waarschijnlijk dood gegaan. Nee, want Erwin is een slimme jongen, die had ook nog een klein merkje aan die vis gemaakt... ...dat als een visser hem vangt, dan, uh, dan ziet hij dat en dan meldt hij dat bij ons instituut... Dus sommige van die tongen werden gewoon een half jaar later bij ons weer teruggebracht. En die waren gewoon heel ergens anders in de Noordzee teruggevangen. Hetzelfde voor die kabeljauwen. En wat blijkt dan? Binnen een paar weken zijn al die tongen weg, zitten niet meer in het windmolenpark. Een tong heeft helemaal niets met een windmolen. Een tong houdt helemaal niet van die stenen, die houdt niet van die palen. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse vissers, want die klagen altijd van de komende windmolens, daar kunnen wij niet meer vissen. Nou, daar, is ook heel, daar hoeven ze helemaal niet over te klagen, want die vissen komen wel naar hun toe. Die ton en die schollen die zwemmen er wel uit en die blijven vangbaar. Die kabeljauw die gedraagt zich heel anders. Die kabeljauw houdt wel van een windmolen. En het bleek gewoon dat die andere twintig, die bleven gewoon bij die windmolens zitten. En die bleven gewoon bij één windmolen zitten. Weken, maanden. Dus wat weten we nu? Kabeljauwen houden van windmolens, vinden ze prachtig. En hetzelfde geldt voor steenbolken. En als we grote windmolenparken krijgen in de toekomst, kunnen daar ook hele grote kabeljauwen komen als we die daar gewoon laten zitten. Zeehonden en bruinvissen. Maakt er niet zoveel uit. Als het windmolenpark er een keer staat, dan gaan ze erheen. En met bruinvissen is het zelfs zo dat een collega van mij, Michael Scheidard, heeft vastgesteld dat er meer bruinvissen in het park zitten dan in de omgeving om dat park heen. Wat denken we nu? Er zijn twee redenen waarschijnlijk: er zit al dat voedsel op die palen. Het is een soort McDonald's voor de bruinvissen. En het is een relatief rustgebied. Bruinvissen houden niet van boten. Dus ze zwemmen een beetje weg van boten. En dan komen ze bij zo'n windmolenpark. Ja, in een windmolenparken varen geen boten. Het is relatief rustig. Dus we zien gewoon dat de hoeveelheid per vierkante kilometer aan bruinvissen in het park is groter dan buiten het park. Een positief effect mogelijk voor de lokale bruinvis. Niet voor de populatie, daarvoor zijn de parken nog veel te klein. Maar goed. Bruinvissen en zeehonden hebben wel last als we die parken bouwen. Want dan maken we heel veel lawaai. Die parken, die palen van die windmolens, die worden erin geheid. Dat maakt geweldig kabaal. Wat blijkt nou? Zeehonden kunnen tot op 80 kilometer afstand onder water horen dat daar geheid wordt. Bruinvissen horen dat pakweg tot op een kilometer of 20. Die blijven weg. Die horen op een gegeven moment, daar wordt gebouwd, en die gaan niet meer naar dat gebied toe. Het uh, Belgisch onderzoek heeft vastgesteld dat die bruinvissen zo'n 20 kilometer van een heiplaats afgaan. Zodra het heien stopt, gaan ze er weer naartoe. Dus op zich, in de toekomst, als de eken de palen staan, is het niet zo'n zo probleem. Maar dat heien, dat grote lawaai, is wel een probleem. En dan de vogels. Er zijn vogels die houden van windmolenparken, de aalscholven. Die zwarte vogels, zoals we al eens gezien hebben, als ze op de lantaarnpalen zitten, et cetera, ze nemen een aantal neem toe. Die kunnen heerlijk op de transen rond die windmolens zitten te drogen als ze een keer gevist hebben in het water. En ja, die houden van windmolens, we zien gewoon het aantal daar uh, toenemen. Meeuwen en sterns maakt het eigenlijk geen fluit uit. Die blijven gewoon dat windmolenpark doorvliegen en die blijven dat bezoeken. Ook deze kleine mantelmeeuw hier, die, uh, die vind je nog steeds gewoon in die windmolenparken. En dan zijn er wat soorten die hebben een hekel aan windmolens. Dat zijn de duikers en de zeeëenden en vooral de Jan van Gent. Jan van Gent die, die houdt absoluut niet van windmolens. Dat is een oogjager die als een pijl het water ingaat om een visje te vangen wat hij van bovenaf kan zien. En waarschijnlijk is dat draaien van die rotoren van die windmolen leidt hem af en dan krijgt hij zijn vis waarschijnlijk niet te pakken. Dus die gaan niet meer in zo'n windmolenpark in en die willen daar niet jagen. Die duikers en die zeeëenden, die wennen eraan. Want het grappige is dat als ze erin vliegen, dan willen ze niet. Dan gaan ze eromheen. Maar soms zitten ze te fourageren op het water en dan eten ze daar. En dan gaan ze met de stroming, gaan zij dus de, het windmolenpark in. En op een gegeven moment moeten ze vliegen en dan ontdekken ze dat zo'n windmolenpark eigenlijk toch nog wel meevalt. Dus die wennen eraan. Een belangrijke vraag is nog van hoeveel vogels botsen er nou tegen de windmolens aan? Want dat is natuurlijk ook wel een probleem. Dat gaan ze wel dood. Dat weten we nog niet. Althans, dat weten we nog niet goed. Het plan was oorspronkelijk om een soort camera aan die molen te maken. en te kijken of je iedereen eh, kon zien als er een tegenaan vloog. maar dat werkte niet. Uh, vervolgens is toch, voor dat eh, park bij Egmond aan Zee. hebben we met modellen gewerkt. Het plan is nu om in de nieuwe windmolens. die binnenkort op de, in het Nederlands deel van de Noordzee gebouwd gaan worden. in de wieken een paar microfoons aan te brengen. Als een vogel dan tegen een wiek aanvliegt, dan hoor je. Boing! En afhankelijk van de hoogte van de boing. kun je ongeveer vaststellen hoe groot die vogel was. Nou, dat gaan we doen in de toekomst. En daar krijgen we dan wat resultaten van. We hebben wel gemodelleerd. We hebben wel modellen gemaakt. En gekeken van hoeveel vogels daar theoretisch tegen aanvliegen. En er wordt vrij veel aan gewerkt. En waar we nu achter zijn gekomen. is dat relatief. op het aantal vogels. wat door een windmolenpark vliegt. er op land twee keer zoveel tegen de windmolen aanvliegen dan op zee. Waarschijnlijk komt dat omdat als een vogel op land vliegt... hij ook afgeleid wordt door andere dingen... als hoogspanningsleidingen, bomen, kerktorens, noem maar op. En ze letten niet goed op en vliegen tegen een windmolen aan. Op zee is het windmolen het enige obstakel wat ze hebben. En we hebben heel duidelijk gezien, vogels mijden dat. Die gaan wat lager vliegen, die gaan wat hoger vliegen, gaan eromheen. Dus wat dat betreft uh, schatten we nu dat... De hoeveelheid vogels wat tegen windmolens aanvliegt, eigenlijk wel meevalt. Een bijzondere bijvondst uit ons onderzoek was uh, toen een, een van mijn collega's naar mij toekwam en zei: Han, zou je het voor elkaar kunnen krijgen dat we eens vleermuizen gaan detecteren in een windmolenpark? Nou, gelukkig kregen we daar toestemming voor, detectoren in het park gehangen en tot onze grote verbazing vliegen er in het najaar en in het voorjaar soms op nachten hele grote hoeveelheden vleermuizen. Door het windmolenpark. En wat blijkt nou? Die vleermuizen, die zitten zomers bij ons, Nederland, Denemarken, Duitsland. En die gaan in de winter naar Zuid-Engeland, waar ze overwinteren. En dan steken ze gewoon in één nacht, als het donker is, die Noordzee over. En dan komen ze door dat windmolenpark. Dat weten we nu. We weten absoluut nog niet of die windmolens ook maar enig effect hebben. Want wat je ziet is dat die vleermuizen toch in hoofdzaak in uh, nachten vliegen als er weinig wind is. Nou, dan zullen die molens ook niet zo hard draaien. Maar dat weten we nog niet, dat moet verder onderzoek aangebeuren. En dat gaat zeker de komende jaren gebeuren. Maar als we dus nu die balans opmaken van die windmolens en uh, het optellen, dan kun je toch eigenlijk wel stellen dat windmolens op zee zijn goed voor de natuur. Het is, uh, je krijgt daar hogere biomassa's, je krijgt daar meer voedsel, daar komen meer vissen op af. Uh, ja, de meeste vogels hebben er toch ook niet zoveel last van en ook die zeezoogdieren. Ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Dus eigenlijk kun je zeggen van uh, ja, dat is misschien toch wel dubbel groene energie. Niet alleen windenergie als uh, niet fossiele brandstof, maar ook voor, uh, voor de zee. Moet je ook wel aan die visserij denken. In Engeland gaat men een heel groot windmolenpark bouwen, maar wil men er toch weer in gaan vissen. Ja, dan krijg je toch weer een heel ander verhaal wat betreft de vissen in zo'n park. Maar ik denk dat als we het zouden willen en als het financieel allemaal haalbaar is, dan is een heel serieuze oplossing windmolens op zee. Hoeven ze niet in onze achtertuin, maar kun je ze daar neerzetten. Doe het dan wel goed. Zet ze niet op plekken neer waar veel Jan van Genten zitten. Want we weten gewoon, Jan van Genten houden er niet van. En als je hele grote windmolenparken gaat bouwen, dan raken die zeegebieden als het ware toch gesloten voor, voor dat soort vogels. En verder misschien kunnen we in de configuratie de vorm van windmolenparken nog wat aanpassen. Daarnaast kunnen we er ook aan denken dat we in de toekomst die windmolenparken op andere manieren gaan gebruiken. Je zou daar mosselen kunnen kweken. Er zitten heel veel mosselen boven die in die windmolens. Dus je zou daar boeien met touwen neer kunnen hangen. Dan kun je mosselen invangen en dan kun je dus daar, daarvan oogsten. Ik vertelde al, er zitten heel veel van die Noordzeekrabben daar. Die zou je er ook uit kunnen halen. We zouden ze kunnen gebruiken voor uh, kreeften, om kreeften daar te, te kweken. Dat kan ook. En misschien kunnen we ze in de toekomst ook nog wel gaan gebruiken om uh, oesters terug te krijgen. Dat harde substraat waar die oesters zich op moeten settelen, de harde ondergrond, die is er, dat zijn die molens. Misschien kunnen ze daarvoor gebruiken. De combinatie van gebruik zou dus de toekomst kunnen zijn. Voedsel uit zee en energie uit zee op dezelfde plek moeten we nog wel even goed naar die bouwtechnieken kijken. Als dat wat, wat rustiger kan, met al dat heien niet overal, dan zou dat een stuk beter zijn. En er zijn wel technieken, het is nog wat moeizaam, maar wie weet lukt dat allemaal wel. Dan durf ik wel te concluderen dat die windmolenparken in onze huidige Noordzee goed nieuws zijn voor bodemdieren en vissen. En dat hoe groter je ze maakt, hoe beter je ze beschermt, die dieren. En een heel groot windmolenpark zou zelfs de roggen terug kunnen brengen bij ons voor de kust. Nou, daar gaat dan mijn volgende college over. Hoe wij mogelijk in de toekomst de Platte Oester en de Rog weer terugkrijgen bij ons voor de kust.